Wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mag je me niet kennen, mijn naam is Jorike en ik heb vandaag voor je een Wat eten we vandaag video waarin ik je een vlagstijl meeneem in wat ik ga koken. En ik deel een boodschappenshoplag met je. Ik ga namelijk morgen naar de Lidl en dan ga ik even wat boodschapjes halen en dat laat ik je uiteraard ook even zien. Ik heb al twee lekkere gerechten gemaakt gisteren en eergisteren en ik dacht het is misschien ter inspiratie ook nog leuk om even te delen, want daar heb ik fotootjes van gemaakt. Ik heb namelijk zelfgemaakte kipnuggets gemaakt met een recept van HelloFresh. En daarbij moet je dezelfde kiphaasjes ook echt helemaal paneren en dergelijke. Het is echt een heel lekker recept, was heel goed gelukt. Dus mocht je het leuk vinden om die ook een keer te maken, zal ik het linkje even in de beschrijving zetten. Dan kun je daar het recept helemaal vinden met de uitleg en wat je allemaal nodig hebt. En ik heb gisteren de enchiladas met kip gehakt gemaakt. Dit was ook een heel lekker recept. En ik moet zeggen dat ik kip gehakt wel een leuke afwisseling vind van gewoon gehakt. Want enchiladas en burritos zijn wel favoriet hier. En met kip gehakt is het toch net even anders. Dus dit was ook een heel geslaagd recept. Dus doe je voordeel ermee, zou ik zeggen. Heel veel kijkplezier! Het is dus tijd voor een boodschappenshoplag. Ik ben zojuist bij de Lidl geweest en daar heb ik boodschappen voor deze week nog verder gehaald. En ik ga even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Allereerst, zoals je van me gewend bent, is het bonnetje. In totaal was ik 66,40 euro kwijt. Ik heb pendaal in mijn zakken gekocht. Deze heb ik altijd voor mijn emmertjes boven, bij het toilet zeg maar. Maar ook voor die hier beneden in de keuken. Die passen daar heel goed in, dus die vind ik super handig. En ik heb deze gekocht. Dit zijn vuilniszakken. Twee dezelfde soort. Dan gewoon normale uien. Ik had nog rode uien. En ik heb ook knoflook gehaald. Ik ga namelijk soep maken nog later deze week. Aardbeien ingevroren, want die vind ik fijn voor een smoothie. Lekker nog even een beetje citroensap. Dat gebruik ik soms bij het eten. En nou, dat vind ik het niet altijd handig om een hele net citroenen te moeten halen. Dus die. Ik heb nu goed opgelet. Boerenbruin heb ik gehaald. Ik dacht dat ik volkoren had gepakt. Nou ja, maakt niet uit. Bruin is ook wel goed. Dan nog deze Crystal Clear. Die vind ik wel lekker af en toe. Dus die heb ik gehaald. En waarvoor ik onder andere naar de Lidl ging, is deze Krusli. Hier zitten namelijk geen nootjes in. En ik ben allergisch voor noten. Dus deze die hebben we eigenlijk altijd. Maar ik haal ook af en toe wat van de Albert Heijn. Maar die mag ik dan niet hebben. Dus ja. Dan haal ik nu deze maar weer. En dan aan deze kant de vegetarische kaasschnitzels waren in de aanbieding. En als je deze video's vaker kijkt, dan heb je die al veel vaker voorbij zien komen. Deze vind ik lekker, dus die heb ik meegenomen. Een ontzettende grote paprika. Deze kostte meer dan 2 euro voor één paprika. Vond ik toch wel erg duur, zag ik op het bonnetje. Maar goed, dan hebben we lekker veel, want ik ga namelijk soep maken. Tomatensoep en ik heb ook nog soepgroenten in de vriezer liggen. En een uitje gaat daar ook nog lekker doorheen. Maar goed, dat ga je later wel zien. En tomaatjes nog van Max om mee naar school te nemen. Lekker brie. Ik eet op het moment vaak wraps tussen de middag. Kan ik eventueel wel laten zien. Misschien nog wel leuk om een keertje weer te laten zien. En dan vind ik ook wel eens lekker om daar brie doorheen te doen. Ik doe ook wel eens tomaat doorheen, maar deze keer niet. Dan nog ontbijtkoek. Kiwis hadden we nog niet meer en dat vind ik ook wel lekker. Zoals je kunt horen ben ik ontzettend verkouden, dus heb ik wat extra fruit bedoel ik. En groente is natuurlijk ook belangrijk. Bananen en ook hier nog druiven. Voor bij de soep vind ik het wel lekker om dan iets nog te voor op een krekkertje of zo. Deze heb ik gehaald. Dit is nog een keer broccoli. En deze heb ik gehaald voor de, in de koelkast om hem maar vast in huis te hebben. Ik heb niet gekeken. Oh ja, is ook wel lang genoeg houdbaar. Dat is ook wel handig. Deze neem ik af en toe mee, want deze vind ik het allerlekkerst van de Lidl. Dus niet dat we deze week dit al gaan eten, denk ik. Maar deze saus en dat deeg, dat is gewoon echt een goede combinatie. Dan nog knijpfruitjes, want het was bijna helemaal op voor de kinderen. Deze. En deze met aardbeien en appel. En deze met banaan en appel. Ik zit te kijken, dit is eigenlijk zwart hetzelfde. Appel, peer, aardbeien, nou, hier zit iets meer bij in. En dan nog om een keertje in het weekend te maken. Leek me wel leuk. Een keer met de kinderen een muffins. Zo ik even visite krijg of zo. Die gaat gewoon even de voorraadkast in. En dan nog zuivel. Lekker met yoghurt met aardbeien en met persica. Vanille yoghurt. En nog deze dubbelvla. Die vinden ze ook lekker. En dan heb ik nog 3 pakken melk gehaald.
En dat was hem dan voor nu. Ja, kan je straks nog wel even de lunch laten zien. En vanavond laat ik je uiteraard ook zien wat wij maken voor het avondeten. Hallo hallo, het is inmiddels avond en ik ga koken. Ik had bedacht om een recept van HelloFresh te maken, want ik heb voor deze week nog een paar maaltijden van HelloFresh liggen, twee nog. Maar dat komt niet helemaal handig uit, want het was vandaag slecht weer. Dus ik heb de kinderen weggebracht met de auto en dat betekent dat Michael ze niet op de fiets kan ophalen. Want hij kan natuurlijk die twee kinderen op één zitje kwijt. Dus dat is een beetje onhandig met wat ik nog ga maken, maar dat zie je later in deze vlog. Nu ga ik dus even de broccoli klaarmaken, die ik vanmorgen gekocht heb. Gewoon simpel aardappeltjes, groenten en vegetarisch vlees, namelijk met die kipsnitzels. Of tenminste, nee sorry, kaassnitzels die je vanmorgen ook zag in de boodschappenshoplog. Dus gewoon heel simpel dat koken en dat gaan we dan eten vanavond. Dan kan ik het mooi nu even voorbereiden, dan de kinderen halen, dan het koken. Eten en dan hebben we het lekker makkelijk voor elkaar. Het eten staat hier nu klaar. Ik kan het zo meteen aanzetten als ik terugkom. Dus ik ga nu de kinderen halen. Het is avond, tenminste bijna. En het is zo tijd om te koken. Althans, ik ga nu eerst het eten even voorbereiden, want het is namelijk woensdag voor mij op dit moment. En ik ga zo meteen Max ophalen samen met Sa van de kickboxen. Hè Sa? Nadat Max heb opgehaald van kickboxen, gaan ze onder de douche en gaat Mike wat eten afmaken. Dat had hij vanmorgen voorgesteld, dus vond ik wel een goed idee. Ja. Dus ik ga nu even laten zien aan je wat ik, of tenminste wat Michael straks gaat maken en wat ik dus nu even ga voorbereiden. Kijk, dit is het gerecht. Gebakken zalm in dille roomsaus met spessiebonen, wortel en aardappelpuree. Wat ik dus nu ga doen is de boontjes en de worteltjes snijden en ook de aardappels alvast even schillen. Zodat het lekker voorbereid is en dan hoeft Michael het straks alleen nog maar te warm te maken. Nou ja, dat is natuurlijk ook nog wel even hard werk, maar dat scheelt hem straks weer. En dan wordt het hopelijk niet al te laat voordat we kunnen eten straks. En daarvoor heb ik dus dit en de rest ligt in de koelkast. Maar dat zal ik ook even pakken. Mag ik een worteltje aan Pip geven? Nou, ik ga de wortels nu nog niet aan Pip geven, want deze gaan we nu zelf eten, schat. Maar wel, we kunnen wel de kontjes, zo deze zijkantjes, die eten we niet, dus die kunnen we wel aan Pip doen. Zullen we dat doen? Ja. Oké. Okay. Het eten van gisteren smaakte uitstekend. Het is inmiddels dus de volgende dag en ik ga nu koken. Het is in de loop van de middag nu op dit moment. En ik ga alvast het eten maken en ik ga vandaag tomatensoep maken. Daarvoor heb ik de ingrediënten gekocht, dat heb je ook al kunnen zien. En ik heb ook nog wat aanvullende ingrediënten die ik al in huis had. Dat zal ik je nu ook eventjes laten zien.
En dan maak ik het nu vast klaar. En dan nou ja, kan ik het makkelijk opwarmen als de kinderen straks weer thuis zijn. Wat ik daarvoor nodig heb, de tomaten die ik heb gekocht, de paprika. En ik doe de wortel doorheen. Die had ik alleen helemaal geraspt, daar had ik niet meer over nagedacht. Maar goed, geraspte wortel kan ik ook zo meebakken en dan meekoken. Het is ook wel lekker er doorheen. Ik begin eerst met een ui. 3 uien doe ik er doorheen en die fruit ik. En een beetje knoflook. En daarna gaat de rest er doorheen. Ik had nog wat passata over van de week, dus dat gaat er ook bij doorheen. In plaats van, hoe is het? Tomatenpuree. Dan voor de kruiden heb ik deze. De Italiaanse kruiden vind ik wel lekker. En nog deze. Dan heb ik hier een zakje uit de diepvries. Dit is soepgroenten, fijne soepgroenten. En die doe ik er later doorheen. Dus ik ga eerst dit zeg maar helemaal maken. Dit doe ik er dan doorheen als ik het opnieuw ga opwarmen. Dan had ik nog een tomaat over van de week. En heb ik nog een stukje van de broccoli. Dat doe ik niet helemaal erin. Maar dat doe ik ook nog een klein beetje. Want er zitten er toch nog heel wat extra groenten bij. En dan heb ik natuurlijk mijn staafmixer nodig om het te kunnen pureren. Dus dit gaat er allemaal in zeg maar voor het pureren. En alleen die doe ik dan na de tijd nog even meekoken. En dan, zodat het een lekker gevuld soepje is zeg maar. Een nieuwe avond en ik sta hier nu met een heel ander gevoel dan gisteren. Ik ga dan ook niet verder met het opnemen van deze video en ik wil je bij deze ook laten weten dat dit een van de laatste video's gaat zijn voorlopig. Er zijn wat dingen voorgevallen waar ik verder niet over ga uitweiden, maar die mij hebben doen dwingen besluiten om te gaan stoppen met het uploaden van content. Er komen nog 2 video's aan. En nog een laatste video waarin ik nog wat uitleg zal geven. Misschien merk je wel aan me dat het me wel echt een vervelend gevoel geeft. Ik was er wel verdrietig van, want ik heb altijd heel veel plezier video's gemaakt. Maar zo kan het niet en ik wil dit ook niet meer verder zo. Dus dat is een beetje een abrupt einde van deze video. Sorry voor alle leuke, lieve kijkers die met heel veel liefde en positieve energie altijd naar mijn video's kijken. En altijd van die superleuke, lieve reacties geven. Daar ben ik echt onwijs dankbaar voor. Dus dankjewel voor al je support. En ik zie je heel graag nog in de komende video's. En dan, en dankjewel voor het kijken van deze video. Ik spreek je op een later moment.